En de Kennedy Stichting heeft vanmorgen een donatie van het kerkgenootschap der Zevendaagse Adventisten ontvangen. De kerkorganisatie heeft een inzamelingsactie gehouden voor de Kennedy Stichting, die al een hele poos in financiële problemen zit. De donatie is in de vorm van een cheque van 11.000 Surinaamse dollar overhandigd. De Kennedy Stichting is de enige organisatie in ons land die zich bezighoudt met de begeleiding en opvang van doven en slechthorende kinderen in Suriname. Volgens Sergio Pollard, vertegenwoordiger van de Zevendedags Adventisten, is de kerk eens nagegaan welke instantie het hardst hulp nodig heeft en heeft zij vervolgens daarop ingespeeld. Pollard vertelt wat voor type inzamelingsactie de kerk heeft gehouden om de stichting te kunnen helpen. Pas elk jaar, zoals er eerder is gezegd, we zoeken eerst een instantie of een instelling uit die een bepaalde nood heeft. We bereiden dus erop voor. En daarna gaan we naar de gemeenschap toe en middels inzamelingsactiekaarten vragen naar een bijdrage. Dus iedereen die geeft, het bedrag wat je zet of geeft, wordt aangetekend in je handtekening enzovoorts. En zo, totdat het vol is, wordt er ingeleverd bij de hoofdorganisatie. Volgens Lea Welzijn, directeur van de Kennedy Stichting, is de donatie van harte welkom. Zij geeft aan dat er niet meer aan sociale instellingen wordt gedoneerd door de precaire situatie waarin ons land verkeert. Welzijn is daarom heel dankbaar voor de gesten die de kerk heeft gedaan aan de stichting. Het betekent een grote ondersteuning. Het is niet de Kennedy School die het heeft ontvangen, het is de Kennedy Stichting. En daaronder valt de school en het internaat. Dit geld is speciaal opgehaald voor de Kennedy School en het Kennedy Internaat. En met deze gelden zijn we van plan een ondersteuning voor de aanschaf van een kopieermachine en voor het internaat een wasmachine. Het is een grote gest hoor. In deze tijd gebeurt het niet zo vaak dat je in aanmerking komt voor zo'n grote donatie. Die sociale instellingen hebben het verschrikkelijk moeilijk om het hoofd boven water te houden. Ik denk dat er niets zal overblijven als u het hoort. We zullen het goed besteden, dat is belangrijk. Het hangt ervan af wat we ermee kunnen doen. Als er overblijft, ga je natuurlijk zaken die prioriteit hebben, dat is onze keuze. Het is namelijk zo dat wij als organisatie heel slecht staan nu in de cijfers. We zien het rode al. Het is nooit gebeurd dat de Kennedy Stichting in zulk moeilijk vaarwater zich bevindt. We zijn heel serieus afhankelijk van subsidie van de overheid. Lea Welzijn, directeur van de Kennedy Stichting. Wij spraken haar vanmorgen na de ontvangst van een donatie van 11.000 Surinaamse dollar van de Zevendaags Adventisten.